Jongens, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super cools maken. We gaan klapraketjes maken. En ja, ik heb er heel veel zin in. Dus, meer zien jullie zo wel. Tot zo. Nou, wat we nodig hebben is een velletje papier, een M3 schroef met twee moeren, een schaar, een paar klappertjes van een klappertjesrek, een klappertjespistool, lijm of een supercool lijmpistool. Wat we het eerst gaan doen is pakken het papiertje en de schaar en dan knippen we een strook af, want we gaan een pijltje maken voor een blaaspijp. Dit moet een pijltje worden, maar omdat ik een blessure heb aan mijn hand, laat ik het de cameraman even doen. A few moments later. Nou, we hebben, vooral de cameraman heeft om het pijltje wat plakband heen gedaan, want dan wordt hij dus nog iets sterker. Dan pakken we een schaar en knippen we zo het puntje eraf, niet al te ver. Even kijken of de bout door de pijl heen kan. Perfect. Nu moeten we de moertje van de bout afhalen. Dan doe je de bout zo hierin. Dan pak je een potlood en dan doe je de bout met de potlood zo een beetje aan totdat hij eruit gaat. Zo, toppie. Gaat er niet verder doorheen. Dan pak je weer de moeren en dan draai je ze er zo op. Zo, dan pak je de andere en die draai je er ook zo op. Nu zijn we bijna klaar. Het enige zo wat we nog moeten doen zometeen is hier lijm in stoppen. Nou, zo ziet hij er nu uit. Ik heb een blaaspijp gemaakt voor jullie. Dit is ongeveer de maat van de blaaspijp. Dus dan doen we hem er zo in. En dan markeren we met het potlood. Zo. Een beetje. Een lijntje. Dan halen we hem eruit. Dan pakken we de schaar. Dan iets meer naar onderen. Knippen we hem af. Wat we nu gaan doen is, we pakken het pijltje en in het pijltje doen we een heel klein beetje lijm om de schroef op zijn plaats te houden. Zo, toppie. Nu even laten drogen. Je kan het ook met normale lijm doen, maar dan duurt het veel langer om het te laten drogen en dat soort dingen. Dus daarom doe ik het even met het lijmpistool. Nou, het pijltje is af. Je kent deze dingen vast wel. Die zijn van klappertjespistolen. Er zit een beetje kruid in. Ik heb ze allemaal zo geknipt. En dan pak je het pijltje. Dat doe je op de schroef die, waarvan de moertjes een beetje naar achter zijn. Eén zo'n opengeknipt rondje. En dan kan je met als rondje op de grond laten vallen. En dan klikken meestal mensen heel hard. Toppie. Maar het allertofste is dit pijltje wegschieten met de blaaspijp. Bijvoorbeeld tegen de muur. Maar schiet niet tegen ramen aan, want dan zit er een barstje in het raam. En ook niet op mensen. Nou mensen, dit was het weer voor deze video. Ik vond het hartstikke tof, hartstikke goed gelukt. Doe een duimpje omhoog en abonneer even hieronder. Druk ook op het belletje, zodat je iedere week op de hoogte bent van mijn video. En omdat ik een knallend einde wil, eindig ik het nu hierbij. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is
If you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.